Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een Get Ready With Me plus Q&A opnemen. Ja, ik ga mijn make-up even lekker opdoen. Ik ga niks doen vandaag. Ik blijf de hele dag thuis. Ik kan ook niet heel veel anders, want ik heb geen school. Ja, ik ga wel even make-up opdoen. Ook om jullie weer een keertje te laten zien wat mijn dagelijkse make-up routine is. Ja, ik heb dus via Instagram gevraagd of jullie wat vraagjes wilden achterlaten. Dat hebben jullie gedaan. Daar ben ik echt super blij mee. Fijn dat mensen mij nog willen volgen, ondanks dat ik niet zo heel vaak actief meer ben. Ja, ik ga dus lekker jullie vraagjes beantwoorden en ondertussen mijn make-up doen. Ik heb hier even een tasje gevuld, want meestal doe ik mijn make-up in de badkamer. Ik heb ook achter de camera mijn spiegel staan, dus als je me af en toe die kant op ziet kijken, dan weet je waarom. Ik heb net al eventjes deze Biodermal Renewing Face Oil op mijn gezicht gedaan. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Deze dus. Dit kan je ook door je dagcreme doen of door je nachtcreme of whatever. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet per se wat het allemaal doet. Zal ik het even lezen? Misschien is dat een goed idee. Beschermen de huid tegen invloed van buitenaf en helpen huidveroudering tegen te gaan. Dat dus. Ik weet het ook verder niet. Dan ga ik nu even foundation opdoen. Het is verder niet echt de bedoeling dat dit een super tutorial wordt. Want ik doe eigenlijk maar wat. Ik flikker het gewoon op mijn gezicht en klaar. Ik zal de producten wel even in de beschrijving zetten. Dan hoef ik niet elk product helemaal langs te gaan nu. En ondertussen ga ik even kijken naar de eerste vraag. Dat vind ik wel een mooie beginner. De eerste vraag is, hoe gaat het met je? Op dit moment gaat het best wel goed met mij. Ja, sowieso is natuurlijk nu met het corona gedoe, dat is best wel even heftig. Ik heb geen school op dit moment voor 2,5 week nu ik dit film. Ik weet niet wanneer dit online komt. En hoe lang ik dan alweer thuis zit. En dat nieuws is gisteravond pas naar buiten gebracht. En ik schrok daar best wel heel erg van eigenlijk. Ik had het eigenlijk ergens ook zien aankomen. Alleen als het dan toch echt gebeurt, dan schrik je daar toch wel even een beetje van. Ja, het klinkt heel stom, maar mijn leven bestaat letterlijk uit school. Ik ben gewoon 24/7 bezig met school. En het is gewoon even een heel raar idee dat ik nu gewoon 2,5 week thuis gaan zitten. En we krijgen waarschijnlijk wel online lessen en vervangende opdrachten en dat soort dingen. Maar eigenlijk is dit voor ons soort onderwijs gewoon niet te doen. Want wij hebben gewoon de danslessen, de spellessen, de zanglessen. Die hebben wij gewoon nodig om te ontwikkelen. En dat is letterlijk waar onze studiepunten ook vanuit gegeven worden. Dus ik weet niet zo goed wat we nu daarmee moeten. Letterlijk elke school in Nederland is dicht. En iedereen heeft daarin hetzelfde probleem. Dus gisteren was ik wel even aardig in paniek. Maar op dit moment ben ik er eigenlijk best wel rustig over. Ik wacht gewoon af. Ik kan niet echt meer doen dan dat. Dus ik probeer er nu eigenlijk gewoon een beetje het positieve van in te zien. En er rustig onder te blijven. Het is aan de andere kant wel weer heel erg fijn dat ik nu ook gewoon heel eventjes 2 weken lang kan rusten. Mijn schoolopdrachten rustig kan maken. Want we hadden ook heel veel typewerk te doen. Eigenlijk was daar gewoon amper tijd voor als je de lessen had. En daar heb ik nu dan wel tijd voor om dat te doen. Buiten al deze heisa om gaat het eigenlijk ook heel erg goed met mij. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden video geüpload over dat ik liefdesverdriet had. Daardoor mentaal een beetje gewoon niet heel lekker in mijn vel zat. En ik moet zeggen dat dat nu ook echt 100% beter gaat. Ik verbaas me er zelfs soms over hoe weinig ik me daar nog druk om kan maken. En dat ik voel me eigenlijk gewoon best wel heel erg goed. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ik ben gewoon lekker mijn ding aan het doen. En ook nu ik geen school heb, zie ik eigenlijk het positieve er ook wel weer van in. En ja, ik voel me eigenlijk op dit moment gewoon heel erg goed. Ja, ik weet niet, als dit een maand geleden was gebeurd dat ik nu alleen thuis moest zitten, dan was ik denk ik gek geworden, want dat had ik echt niet aangekund. Want toen had ik de afleiding van school ook echt nodig. Maar op dit moment denk ik, ja, het gaat goed met me en dat is gewoon super fijn. Ja, het is even afwachten wat er nu allemaal gaat gebeuren omtrent school en hoe mijn leven er nu eventjes de komende tijd uit gaat zien vanwege coronavirus. Maar ja, ik heb daar alle vertrouwen in dat dat allemaal goed komt uiteindelijk. Het zal misschien uiteindelijk eventjes wat extra, ja, toch wat extra stress meebrengen. Of dat we wat dingen moeten doen wat we niet gewend zijn, maar dat zien we dan wel weer. Dus eigenlijk ondanks al het gezeur in Nederland op dit moment, of eigenlijk de hele wereld, voel ik me best wel heel erg goed. Oh, dit vind ik wel een leuke vraag. Als je nog maar 1 kledingstuk uit je kast mag dragen, welke zou dat dan zijn? Oh, dat vind ik echt wel heel moeilijk. Want 1 kledingstuk, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Want ja, ik heb heel vaak een broek en een shirt aan. En het lijkt me niet dat ik
zeg maar, met alleen een broek door het leven ga. Nou, laten we gewoon zeggen, laten we het gewoon een beetje aanpassen. Als ik nog maar één broek en één shirt of trui of whatever zou mogen dragen, wat zou dat dan zijn? De meest simpele outfit die er bestaat, maar altijd leuk staat. En dat is voor mij mijn Levi's broek. Dus deze broek, het is de Levi's Ribcage Crop Flare met gewoon een simpele zwarte kooltrui. Ja, dat is echt eigenlijk een hele saaie outfit, maar als ik echt nog maar één outfit zou mogen dragen, dan zou dit het zijn. Want dit staat gewoon altijd leuk. En dan hoop ik dat ik er toch ook wel schoenen onder aan mag. Dat zouden dan mijn zwarte Dr. Martens zijn en dan zou ik het leven doorkomen. Favoriete series slash films at the moment? Nou, dit is een hele moeilijke vraag, want ik kijk altijd 100.000.000 dingen door elkaar. Ik kijk op dit moment The Stranger. Dat is echt een superleuke serie op Netflix. Dus dat raad ik sowieso aan. De film After. Oh my god, die film. Iconic gewoon. Ik weet niet, ik werd helemaal gek toen ik die film zag. En het is best wel de laatste tijd vaak voorbij gekomen volgens mij. Maar die film moet je echt kijken. Het is echt de meest geweldige romantische film die ik ooit in mijn leven heb gezien. Sex Education natuurlijk, geweldige serie. Dat is wel een beetje wat ik op dit moment allemaal kijk. En ik kijk ook nog steeds Temptation Island. Dat is niet Netflix serieachtig, maar echt, ik kan er nog steeds van genieten. Temptation is gewoon mijn ultimate guilty pleasure. Ik zit elke woensdag klaar om te kijken. Het is echt bizar. Mijn camera is bijna leeg. Are you kidding me? Oké, volgende vraag. Wat zou je binnen dit jaar willen bereiken? Op dit moment is eigenlijk... Mijn leven bestaat dus, zoals ik al zei, heel erg uit school. Ik wil sowieso bereiken dat ik al mijn vakken dit jaar lekker haal. Natuurlijk. En gewoon goede cijfers haal. En verder, dat is het eigenlijk gewoon. Het is gewoon op schoolgebied dat ik zoiets heb van, ja, ik hoop gewoon dat alles gewoon dit jaar nog goed gaat. Dat ik het goed afrond en dat ik sterk mijn derde jaar in kan. Want mijn derde jaar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Daar kijk ik heel erg naar uit. En mijn doel is ook om toch nog even iets meer tijd en moeite in YouTube te steken. Want ja, dat is al het hele jaar mijn doel. Maar het komt er alleen niet zo heel erg van. Omdat het zo lastig is om te combineren met school. Maar ik doe daar echt op ontzettend mijn best voor. Het is gewoon heel moeilijk op dit moment. Maar ik hoop gewoon dat mijn YouTube en Instagram gewoon blijven bestaan. En dat ik daar leuke dingen mee kan doen. En dat jullie mijn video's nog leuk vinden. En ja, dat is een beetje mijn doel voor dit jaar. Ik moet nou even deze video staken. Want ik moet echt even met mijn camera opladen, helaas. Oké, nou, ik heb mijn camera weer even opgeladen. So I'm back. Ik heb ondertussen eventjes... video's geëdit, dus ik heb mijn tijd goed gebruikt. Oh ja, dit is ook wel een goede vraag. Moet je voor jouw opleiding ook onderzoeken doen en verslagen maken zoals andere hbo-studies? Voor de mensen die het niet weten, ik studeer muziektheater op Fontys Hogeschool voor de Kunsten. En ik studeer dus richting musical. Dus dan kan je wel begrijpen dat ik heel veel praktijkvakken heb. Ik heb danslessen, zanglessen, spellessen. Maar ja, wij moeten ook verslagen maken en meer leerwerk doen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we dat niet heel veel hoeven te doen. Zeker niet vergeleken met andere hbo-studies. En ik doe daarbuiten ook nog de minor educatie. En dat is helemaal gericht op zangles geven. En daar moeten we ook vaak verslagjes voor maken. Doelen stellen, onderzoekjes doen. Dat soort dingen. Maar ik moet wel absoluut eerlijk toegeven dat dit echt aanzienlijk minder is dan op een normale hbo-studie. Waar koop je het liefst je kleding? Mijn ultimate favoriete kledingwinkel is Brandy Melville. Daar koop ik echt al jaren heel graag mijn kleding. En mijn favoriete items uit mijn kledingkast komen ook eigenlijk wel daar vandaan. Ik shop wel een beetje overal. En zeker nu ik in Tilburg woon, kom ik natuurlijk nooit meer bij de Brandy. Even denken hoor. Ik krijg ook veel kleding opgestuurd online. En daar vind ik websites als Lovies, Chiquelle. Daar ontvang ik ook altijd graag kleding van. En dat wil ik graag altijd aan jullie laten zien. Omdat ik dat gewoon goede merken vind. Verder, ja, shop ik een beetje overal. Ook online dingen. En ik vind ASOS heel chill. Daar heb je heel veel. Ik shop echt overal eigenlijk. Nu ik er zo over praat. Ik hou ook heel erg van kringloopshoppen. Dus ja, ik koop gewoon wat ik leuk vind. En het maakt me niet zo heel erg veel uit bij welke winkel dat is. Nou, dan nu even een wat serieuzere vraag. Heb je wel eens dat je er helemaal doorheen zit?
Wat zijn je tips om toch door te zetten? Ja, ik heb zeker wel eens dat ik er helemaal doorheen zit. Sterker nog, ik heb dat de afgelopen periode best wel heel erg gehad. Ik heb er de afgelopen tijd echt wel flink doorheen gezeten. Nu gaat het de laatste weken wel weer heel goed. Maar daarvoor heb ik echt een periode gehad dat ik er echt doorheen zat. Dat ik niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. Dat ik ook niet echt meer mezelf was. Ja, ik heb zeker wel zulke periodes gehad. Maar ik ben wel van mening dat als je zo'n periode hebt, dat je eigenlijk gewoon wel moet doorzetten. Dat is heel erg mijn mentaliteit. Ik ben niet iemand die dan, zeg maar, bij de pakken neer gaat zitten en thuis gaat zitten en gaat huilen alleen maar en niks meer gaat doen. Ik probeer oprecht dan echt afleiding te zoeken als ik er echt even doorheen zit. Dus ik ga gewoon naar school. Ik probeer daar zoveel mogelijk gewoon te genieten van de mensen om me heen. En daar ook geluk uit te halen. Ik probeer gewoon altijd door te gaan. Ik weet niet, ik denk dat het gewoon goed is om door zo'n periode heen te gaan. Je ook echt wel flink te kut te voelen. Dat mag. Ik bedoel, ik ben echt niet iemand die mijn emoties opzij zet. Dat absoluut niet. Als ik me echt heel kut voel, dan ga ik er ook zeker om huilen. En dan ben ik er zeker ook verdrietig over. Ik stoot niet mijn gevoelens af. Dat doe ik absoluut niet. Want ik denk dat het heel belangrijk is om je gevoelens juist toe te laten. En het juist allemaal even te laten zijn wat het is. Dus als je je even heel kut of verdrietig of boos of whatever voelt, laat dat dan ook even zo zijn. Maar probeer daarnaast ook gewoon door te gaan met het leven en afleiding te zoeken en leuke dingen te doen en dingen te doen waar je blij van wordt. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Michael die vraagt op wie ik verliefd ben. Op jou natuurlijk. Oké, ik ga nog even één laatste vraag zoeken. Eventjes een vraag gecombineerd. Hoe vind je het om te wonen in Tilburg en hoe vind je het om alleen te wonen? Ik vind het heerlijk om alleen te wonen. Ik heb dit wel vaker in video's verteld. Maar toen ik vorig jaar, dus alweer anderhalf jaar geleden, ongeveer in Tilburg kwam wonen, vond ik het super spannend om alleen te wonen. Omdat ik gewoon heel erg gewend was om thuis te wonen. En ik was ook heel vaak met mama en ik hechtte daar gewoon heel veel waarde aan. Dus ik vond het heel spannend. Maar ik wist ook wel gelijk dat ik er ook wel ergens aan toe was. Alleen vorig jaar heb ik dus het hele jaar met een vriendin samengewoond. Dus dan was ik eigenlijk nooit helemaal alleen. En nu, sinds dit schooljaar, woon ik dus echt helemaal alleen in deze studio. En ik moet zeggen dat het me echt heel goed bevalt. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Ik ben ook wel een persoon die heel goed alleen kan zijn. Ik vind het heerlijk om mijn eigen dingetjes te doen en alles op mijn eigen tempo te doen en met niemand rekening te hoeven houden. En ik voel me ook eigenlijk nooit echt alleen hier. Ik vind het gewoon heel erg fijn om deze kamer voor mij alleen te hebben. En ja, het bevalt me eigenlijk prima, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga ondertussen even mijn lipstift pakken, want die ligt hier achter ergens in mijn tas. Dus dat. Maar ja, dus ik vind het super chill om alleen te wonen. Ik heb er echt helemaal geen moeite mee eigenlijk. Sterker nog, ik moet er eigenlijk echt niet meer aan denken om nog thuis te wonen. Ik vind het zo lekker om mijn eigen plekje te hebben. Zo ontzettend fijn, dus ja. Het spreekt eigenlijk voor zich. Ik vind het gewoon super chill. En ja, dit was de laatste vraag die ik wilde antwoorden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Ik kom dus vanaf nu weer terug met elke week een nieuwe video. Ik probeer sowieso elke week weekvlogs te uploaden. Maar ik probeer daarnaast ook nog dit soort video's te uploaden. Dus mocht je ideetjes hebben en mocht je bepaalde video's willen zien van mij, laat dat zeker even achter in de reacties. En dan hoop ik dat ik jullie zie bij de volgende video. Doei doei!